Hi, ik ben Stijn van Bax Music en vandaag ga ik iets vertellen over de Yamaha DZR315. We kennen Yamaha uiteraard van heel veel muziekinstrumenten. Ze maken fantastische piano, gitaren, bas, drumstijl en ze allemaal high-end. En ze maken eigenlijk ook al heel lang speakers. Nou moet ik eerlijk zeggen dat de Yamaha speakers nooit zo in de professionele scene echt heel populair waren of heel erg bekend. Meestal was het in de algemene discotheken, de kleinere clubs. Maar dat gaat veranderen. Ik heb de DZR gehoord en die is echt fantastisch. Ze hebben sinds kort Nexo overgenomen en die technologie die Nexo gebruikt, die hebben ze meegenomen in die DZR-serie. Het is niet voor niets de high-end serie. Ik kan me herinneren, een collega van mij die kwam naar me toe. Hij zei, Stijn, ik heb nou iets gehoord van Yamaha. En mijn eerste reactie zei, Yamaha, oké, cool. Ik heb eigenlijk al best wel veel systeem gehoord. We hebben het systeem hier opgezet. Ik heb geluisterd en ik was onder de indruk. Het was echt fantastisch. Dit is een van de best klinkende speakers die ik ooit gehoord heb in deze prijskategorie. Ik zal eerst, voordat ik wat meer ga vertellen, even wat algemene specificaties. Je zult echt ongelooflijk onder de indruk zijn van wat hij technisch in huis heeft. Maar je gaat nog meer onder de indruk zijn wat hij aan geluid weergave gaat weergeven. Als we even puur kijken naar de technische specificatie, hebben we het hier over een actieve driewegsysteem. Zo zit er een 15-inch laag, er zit een 8-inch middrijver en er zit een 2-inch hoogdrijver in. Met een ingebouwde versterker van maar liefst 2 kW. Wat nog indrukwekkend is, deze speaker geeft maar liefst een peak output van 143 dB. Dat is gruwelijk hard. Nou gaat het niet zozeer om dat het een systeem hard moet kunnen, maar het gaat om dat je headroom hebt. Dat wil zeggen, op het moment dat jij gewoon lekker door wil knallen, dat hij niet op zijn toppen gaat lopen. En dat ga je zeker niet met dit systeem merken. Als jij deze opdraait, dan is het net of er een heel groot volume naar je toe komt zonder de ervaring dat het hard gaat. En het klinkt ongelooflijk goed. Het is bijna te vergelijken met een studiospeaker. Ik heb collega's van de studio gehad die hebben dit systeem geluisterd. En die zeiden, dit moet ik in de studio hebben. Dit klinkt echt waanzinnig. Wat ook heel erg mooi is, is de hele brede frequentiespectrum. Normaal als je een full range kast hebt, dat begint gemiddeld zo tussen de 40, 45, 50 hertz. Deze gaat tot 30 hertz diep. Er zit ook een diep functie op. En dan hoor je alsof er een baskast meespeelt. Dat is ongelooflijk. Je kunt hem echt full range aansturen. Je leeft wel iets in qua vermogen. Het is niet dat je hem echt natuurlijk enorm door kunt knallen. Maar als jij een sessieband hebt, kun je makkelijk full range draaien met dit systeem. Alsof je gewoon een baskast eronder hebt. En dit is ook uniek in deze prijs. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Nou, dat waren de technische specificaties. Als we naar de kast zelf kijken, dan zie je dat hij echt heel netjes is afgewerkt. Hij heeft een soort doekvoorkant. Dus je kijkt niet naar de grill, daar zit hij eigenlijk achter. Dat heeft een aantal voor- en nadelen. Het voordeel ziet er echt gelikt uit. Een nadeel zou eventueel kunnen zijn dat het wat gevoelig is en kwetsbaar is voor eventueel haken die erin kunnen blijven hangen. Maar ja, dat is een kwestie van voorzichtig mee omgaan, zou ik zeggen. Hij is maar liefst 90 centimeter hoog en eigenlijk gezien de afmeting, hij is 42 kilo. Dat lijkt in eerste instantie eigenlijk heel zwaar. Is natuurlijk niet licht, maar voor zo'n kast is dat eigenlijk best wel licht. Ik kan me herinneren dat ik vroeger, als ik dit soort kasten moet tillen, dan zat je gauw tussen de 80 en de 100 kilo. Dus en door de lichte constructie van tegenwoordig en de lichte M's die erin zitten, is het goed handelbaar. Ben je een beetje stevig gebouwd, kun je het makkelijk in je eentje optillen. Ben je wat minder stevig gebouwd, zoals ik onder andere, dan zul je even hulp in moeten schakelen. Maar dat is met man perfect te doen, geen enkel probleem. Aan de achterkant zit natuurlijk de DSP-unit. Daar zitten 2 ingangen in. Dus je kunt 2 microfoonaansluitingen of lijnaansluitingen opdoen. Er zit ook een DSP ingebouwd. En in die DSP heb je een aantal instellingen. En met een aantal instellingen bedoel ik niet zomaar wat instellingen. Nee, je kunt echt heel veel zaken instellen. Je hebt keuze uit verschillende filters. Je kunt zeggen, ik wil vanaf 60, 70, 80, 90, 100 of zelfs 110 hertz affilteren. Je hebt de dieppfunctie. Er zit zelfs delay op, dus je kunt hem ook in meters aangeven hoeveel millimeter delay je wilt hebben. En er zitten ook nog equalizer instellingen, dus je kunt eigenlijk heel breed kun je hem afstellen zodat je met de bijbehorende sub of met een andere sub een goede instelling kunt maken. Zeker als je een verschil hebt in lengte is het goed om toch wel een delay te maken zodat het alles recht staat. Aan de onderkant zit er ook nog een flange in. Je kunt hem op een standaard MP35 statief zetten. Het moet wel een stevige statief zijn gezien het gewicht en de afmeting. Maar het kan. Hè. Dus zeker als je full range wil gebruiken en je hebt 2 toppen, werkt dat perfect. Dan is dat heel goed inzetbaar.
Aan de zijkanten zitten twee hele stevige handvaten, zoals we eigenlijk bij Yamaha gewend zijn. Ja, voor de rest kan ik alleen maar adviseren, kom naar de winkel, kom luisteren en je zult echt versteld staan wat voor klank dit systeem weergeeft. Wil je meer informatie met betrekking tot deze Yamaha DZR 315? Klik dan op de link hieronder en je wordt doorverwezen naar onze productpagina. Vind je dit een leuke review? Like hem, deel hem en word vooral lid van ons YouTube kanaal.